Het is s'avonds laat, 8:30. Ja, en we zijn hier vandaag weer. Natuurlijk, hoe ik altijd ook alles. Meerwijk, ja. Het was hartstikke druk, ik ben er net nog langs gefietst. Ja, er stopte en er ging een auto parkeren, maar die zag niet dat er al een auto stond. Dus moest ik me even remmen. En dan even zo'n sein geven, hè. Ja, ja. Dan gaan we. Oké, jullie zien dat het nou zomer is. Nou, dat snap ik natuurlijk ook wel. En hartstikke mooi natuurlijk weer. Moet je toch eens even kijken. Het is allemaal dicht gegroeid. Al die mooie dennenboom. Hartstikke mooi hoor. Je maakt er dus wat mee. En daar heb je de horizon, hè. Normaal zit ik altijd thuis, omdat ik dan weer de volgende dag weer naar school moest. Maar nu ik vakantie heb, heb ik meer tijd om s'avonds ook natuurfilmpjes te maken weer. En dat doen we alleen in de zomer, want het kan meestal anders geen tijd. Het is nu allemaal weer volgroeid alles, hè. Kijk eens eventje van wie we hebben. Daar heb je zo'n pindaboompje. Terwijl dat is van die hele grote pinda, die ook in je show oppast daar weer. Oké, okay. Ja, ik ben een beetje mee de laatste tijd, dus let daar niet of zo op. Oké. Okay. En nou, ik zit niet op deze camping, ik zit op een mooie camping in Drenthe, vlakbij Westerbork aan het Oranje Kanaal. Ja, dat is een veel leukere locatie dan dit, vind ik. Ja, het is ook wel een leuke locatie tegenwoordig, hoor. Het verandert met een jaar natuurlijk wel. Kijk, daar heb je nog een veldje, dus we moeten binnenkort in maaien, doen ze waarschijnlijk in de herfst weer. Het zonnetje weer, hij is toch zo mooi, ja, die gouden zon. Ja, straks, het zal ook een nieuwe maan worden straks. Nou nog niet, maar de maan is eind van de maand elke dag te zien. En dan, als die vol is, gaat die weer weg natuurlijk, hè. Ja, dan slaap je denk ik al. Oké. Okay. Wil ik eventjes hier zijn, hè? Dat zou vroeger ook wel eens geweest zijn. Of een paar jaar geleden ook wel eens geweest zijn. Hier, dat ziet er toch niet uit, maar het is nou allemaal weer dicht. Energiedrank. Ik gooi mijn energiedrank gewoon op de prullenbak, jongens. Dus, wat hier de... Ja, nou ja. Jullie kennen deze plek misschien niet, maar het is niet zo heel erg afgelegd. Het is gewoon die grote heuvel, heeft vroeger ook nog een toren gestaan. Weet ik me te herinneren, dus ja. Kijk, hier heb je allemaal varens weer, hè. Hier, die rommel wel, die varens. Hier. Het is net wiet, jongen, maar ja, dan gezonder, hè. Ik ruik natuur. Ja, ja. Ja, een oud klasgenootje van mij van vorig schooljaar. Die heeft me daarna gezegd, natuur. En mijn beste vriend ook, natuur. Ja, ja. We zijn allemaal natuur. Dat is Gronings voor, we zijn allemaal natuur. En ja. Hier heb je nog, beneden heb je ook nog van alles hier zo. Kijk, die op de boom staan, dat is allemaal bijzonder, hè. Dus ja. Yeah. En ja, de mensen zullen ook wel gaan wandelen nu. Ja, het is het koeler uit worden. Mensen die genieten nog even van het naweer en ja. Dat zou ik zelf ook kunnen doen als ik op strand ben geweest. Ik ben nog niet, ik ga het volgende week proberen. Ja. Nou, wat hebben we nog meer? Hier verderop. Ik heb alweer allemaal dennenappels hier zo. Ik hou het meest van dennenbomen en van sparren, weet je wel. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld een dennenappeltje. Hier rood. Ja, die hou ik even vast. Het is een mooi ding hier. Maar kijk, heb je hier het binnenste. Dat ruikt naar dennen, ja. Oh, allemaal slakken nog, die weet dus die ook geen raad met weer, dus die gaan gewoon een beetje op te luieren niet zo, hè. Zoals je ziet. Voeg me natuurlijk ook even toe op Facebook en Twitter. Via het Facebook-icoontje en Twitter-icoontje op mijn YouTube-pagina. Natuurlijk kan je me natuurlijk ook nog altijd abonneren, ik zit nu op 157 maar liefst alweer. Op 157 abonnees maar liefst. En mocht het altijd meer zijn, kom erbij. Ik vind het hartstikke leuk. En de reacties zijn natuurlijk ook altijd welkom, hè. Dus wel, ik vind het... ik praat nu wat zwaarder. En dat komt omdat ik gewoon heel vrolijk ben. En ik ben hartstikke blij dat ik vind het hartstikke leuk als jullie mij reacties sturen. Oké. Okay. Gaan we nog eventjes hier, hè. Ja, we zijn bijna weer aan het einde, jongens. Het gaat zo snel. Kijk, daar heb je ook nog een hele mooie horizon. Kijk eens eventjes. Zo. Ja, en daar heb je... Nieuwe dingen, daar gaan we misschien ook een korte keer heen. Ik ben nou toch nog verder geweest. Dus ik ga nog eventjes terug. Niet bij de weg, hoor. Er lopen te veel mensen langs. En dat kan ons een beetje afschrikken, de camera, weet je wel. Maar met zingen en zo gaat het goed. Met natuurfilmpjes ook. Ik heb gisteren alweer 2 opgezet op Veluwe zoeken. Ik heb jullie ook in de Midlaren al gevraagd om, hoe heet dat, bij je verzoekjes te sturen erover. En ja. Het wordt wel op gereageerd, soms niet altijd, maar ook van bekenden. En dat is thuis het leukste, hè? Sorry, pardon. Oké, okay, nou, tot slot.
Kijk eens even. Hier, en daar heb je iets groen. Ja, daar staat het groen natuurlijk. Lijkt mij toch echt. Mijn favoriete zijn toch die spannen, weet je wel. Eens kijken, joh. Hier. Ik kan er net met mijn hand bij. Kun je jezelf nog opdrukken? Oh, nou ja, tenzij die afbreekt natuurlijk. Hier moet je dat niet doen, dat wil optrekken, hè. Ja. Nou jongens, ik wens jullie een fijne zomeravond en een fijne zomer. En wie weet komen we elkaar een keer tegen. Tot de volgende keer. Dag.